Dag dames en heren. Vandaag was het weerbeeld op veel plaatsen behoorlijk grijs, met in het noorden en noordwesten af en toe zelfs een spatje regen. Nou, qua kleur moeten we het vooral van de natuur hebben. De lente is op steeds meer plaatsen te zien buiten en dat komt natuurlijk door het zachte weer van de afgelopen tijd. Maar niet overal was het vandaag zo bewolkt, want in het zuidoosten van Nederland, daar brak de zon af en toe nog even door de bewolking heen. Veel meer zon zien we verder naar het zuiden, boven het zuidwesten van Duitsland, boven Frankrijk. Dat is de luchtsoort waar wij gisteren ook mee te maken hadden. Daar is het regionaal 20 graden geworden. Nou, dat haalden wij vandaag niet meer. De maxima kwamen uit tussen de 10 en 15 graden. Maar er zit een dip aan te komen. Een dip in de temperatuur voornamelijk. En dat heeft te maken met deze band met bewolking. Dat is een zogenaamd koufront. En die zone trekt de komende 24 tot 48 uur over ons land. En vooral morgenmiddag, zoals we hier op deze animatie ook zien, levert dat een behoorlijke tijd regen op. Na passage van dat neerslaggebied draait de wind naar het noordwesten. En dan gaan er behoorlijk wat buien vallen. Vooral in het weekend kunnen dat van tijd tot tijd best wel felle buien zijn. Met misschien wel op sommige plaatsen even wat onweer of hagel. Nou, ook in de nachten vallen er dan buien en we zien dicht bij ons land zelfs een paar roze vlekken verschijnen in die neerslagsignalen. Dat betekent dat onder andere op het Sauerland, maar ook in de Belgische Ardennen, op de toppen misschien zelfs wel even wat natte sneeuw of sneeuw kan vallen dit weekend. Nou, veel zal het allemaal niet voorstellen. Veel meer sneeuw. Bijvoorbeeld langs de noordzijde van de Alpen. Daar wordt met de noordwestelijke stroming wel een behoorlijke laag sneeuw verwacht. Zeker op wat grotere hoogte. Nou, van sneeuw is in ons land uiteraard geen sprake. En vanavond zeker niet, want dan zitten we nog in de zachte lucht. En dat levert komende nacht niet veel lagere temperaturen op dan een graad of 8. Het is op de meeste plaatsen bewolkt. Alleen in het zuidoosten kunnen af en toe nog een paar opklaringen voorkomen. De wind neemt langzaam in kracht toe, waait uit het zuidwesten en wordt later in de nacht aan de kust af en toe al vrij krachtig. Dat is een windkracht 5. En dat zal morgen overdag zeker niet anders zijn. Windkracht 3 tot 5 de meeste plaatsen uit het zuidwesten. En langzaamaan neemt vanuit het noorden de bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In eerste instantie zal het in Limburg nog een tijdje droog zijn, met misschien nog wel wat ruimte voor de zon. Daar volgt de regen in de avond, maar elders is het dus overdag al nat. Temperaturen daarbij zo'n 8 graden op de Waddeneilanden en in Limburg zou het voor die regen uit lokaal nog wel 14 graden kunnen worden. Maar zodra het gaat regenen, koelt het toch flink af. En in het weekend draait de wind dan tijdelijk naar west tot noordwest. De middagtemperaturen blijven dan steken bij een graad of 9 en 's nachts kan het lokaal wel eens dicht bij het vriespunt afkoelen. En verder valt er een behoorlijk aantal buien waarbij lokaal dus ook onweer of hagel kan voorkomen. In de nieuwe week, dan volgt langzaamaan een weersverbetering. Met name dinsdag en woensdag is er nog wel een enkele bui mogelijk, maar de temperatuur gaat dan al een klein beetje omhoog en de wind neemt geleidelijk af. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat er opnieuw een behoorlijk zachte periode op het programma staat. En die begint in de loop van volgende week. De temperaturen stijgen dan naar gemiddeld zo'n 15 graden, maar in het zuiden van Nederland zou het eind volgende week zomaar weer een 17 of 18 graden kunnen worden. En daarbij wordt het overwegend droog met geleidelijk meer ruimte voor de zon. Ik wens u nog een mooie dag.